onlangs gedaan hadden met doelgroepen benaderen. Ik weet het alweer, ik ben toch bij MC Theater. En daar had het over dus, als je een bepaalde doelgroep wil aanspreken, hoe doe je dat in je programmering? Dus hoe krijg je een programmering waarbij een doelgroep zich aangetrokken voelt? En toen hadden we het over... Mijn naam is Angelo Brometti. Iedere maandagavond verzorg ik de masterclass sessies in No Limit voor producties en programmeren. 8 weken lang zijn we met een groepje van om en nabij 10 deelnemers zijn we bezig en praten we over de do's en don'ts van programmeren, het opzetten van eigen producties. We hebben het over doelgroepanalyses, we praten over wat je inhoudelijk zou moeten weten voordat je gaat programmeren. Wie je zelf bent als programmeur en hoe dicht je bij jezelf zou moeten blijven staan. Het leer je in 8 lessen, maar natuurlijk is daarna gewoon de praktijk waar je ze moet uitvoeren en daar leren. Maar wat nou, en dat is dus toen die vraag, wat als je daartussen wil zitten? Hoe bereik je een doelgroep die zich heeft toegevoegd aan een bepaalde groep, maar eigenlijk niet echt daarbij horen? Jij bent bijvoorbeeld 1. Je bent een encore. Je hebt het naar je zin, maar je gaat evengoed ook naar een ander type feest, waar het er minder encore-ish uitziet. Dus je bent een zwevende kiezer. Gewoon waar het gezellig is, als de juiste mensen er naartoe gaan die je kent, of je hebt gewoon behoefte om het te zien, dan kom je erop af.